Hallo lieve mensen, welkom weer bij een nieuwe vlog. De laatste vlog van 2023 alweer. Wacht, ik leg jullie even neer. Ja, ik heb echt het gevoel dat dit jaar heel snel voorbij is gevlogen. Ik heb heel veel dingen mogen doen, heel veel nieuwe dingen. Waaronder natuurlijk het organiseren van mijn event We Are All Stars voor de eerste keer in Zevenaar. Ik mocht mijn passie voor badminton delen met mensen door badminton clinic te geven en een badminton toernooi te houden. Er waren ook sprekers aanwezig, natuurlijk eten en muziek. Dus ik ben heel blij dat dat een geslaagd event was. En ik ben natuurlijk dit jaar naar Indonesië afgereisd voor de docuserie Geboeid terug naar Indonesië om op ontdekkingsreis te gaan. In mijn familiegeschiedenis te duiken. En ook de geschiedenis van Nederland en Indonesië. En Maluku. En dat was natuurlijk ook echt een hele ervaring. Zo met een tv-crew aan de slag. En ja, je kwetsbaar op te stellen. En te leren over heel veel dingen waar je, ja, ook waar ik niet zoveel van afwist. Het was intens, maar ik ben super blij dat ik deze reis heb mogen maken. En ik wil jullie ook allemaal bedanken voor de lieve berichtjes die jullie mij hebben gestuurd en de bemoedigende woorden. Dat betekent echt, betekent wel veel, want ik vond het toch wel spannend om de docu te maken natuurlijk. En ik ben super blij dat het positief is ontvangen. En ik hoop echt dat het toch wel mag bijdragen aan het gesprek te openen over bepaalde onderwerpen. Dus ik ben heel erg dankbaar voor deze journey die ik heb mogen maken naar Indonesië. En ook voor alle mensen die ik daarin heb mogen leren kennen en mee heb mogen samenwerken. En daarnaast heb ik ook veel nieuwe dingen mogen doen voor de camera, achter de camera. En met hele mooie, lieve, getalenteerde mensen mogen samenwerken. Waar ik ook echt super trots op ben. We zijn allemaal zo goed bezig. I love to see it. En ik ben echt heel excited naar waar dit allemaal naartoe gaat. En dat we met z'n allen mogen gaan groeien. En ik dacht dat het wel een leuk idee zou zijn om de laatste video van dit jaar 2023 af te sluiten met een compilatievideo. Dus ik heb allemaal wat beelden bij elkaar geplakt, geknipt en geplakt. En laten we er naar gaan kijken. En dan zie ik jullie aan het einde van de video weer. Ja, oké. Ja, dat is wel mooi groot inderdaad. 9 banen. Ja, dat is wel nice. Ook met die grote tribune. Het wordt echt een feest, een sportfeest. Okay. Het is een sportevent wat ik nu organiseer in Zevenaar. Het heet We Are All Stars Event. Vet. Want we zijn allemaal sterren. Hè? Nice. Ja, maar die mij dan zien en dat ik iets wil bereiken, dat ze mij willen supporten daarin, dat betekent zoveel. Ja. En nu ik gestopt ben zelf, is het mijn tijd om dat ook terug te geven aan de jongeren. Ja. We are all stars. Iets meer paars wel, denk ik, nog te zien. Gewoon eigenlijk dezelfde rand. Eén van deze. Is dat cool? Zo talentvol, hè? Om te doen. Ja. Ja, echt. Want dan zien we meteen dat we samen aan de slag zijn.
call, mentor call. Yes. Super handig, super goed om te hebben. How do I do that? Well, he tells you, after three contrasts, you get three commands. Speaking to one another songs, hymns, spiritual songs, singing and making melody in your hearts to the Lord. Show me a person who's a worshiper, and I'll show you a person who's probably yielding to the Spirit of God. Show me a person who's not a worshiper, I'll show you a person who's probably not yielding to the Spirit of God. Command number two. Wij wensen je veel succes met het opzetten van je project. Ah! Oeh. Yes, thank you Lord. Ah! Oh, dat betekent dat ik nu de sporthal kan boeken, want ik had vanmorgen nog gebeld. Eindelijk een stap weer vooruit qua waar ik op zat te wachten, reactie van mensen. Ah, fijn. Please, laat het goed zijn. Hoe cool is dat? Ik sta nu nog steeds helemaal let's go. Maar ik ben dus onderweg nu naar Frankrijk om mijn laatste competitiewedstrijd te spelen van dit seizoen voor mijn Franse club. Ja, onderweg gewoon werken aan het event. Gisteren toen kwamen mensen ook weer met bepaalde vragen en ideeën. Hou het in de gaten, mensen. Wij gaan echt stappen maken. En ja, be ready, man. We komen eraan. Ja, ze doet het gewoon. Bericht gekregen van Adrienne van de EO en goed nieuws, want ze had het over intekening, dat het programma dat ze dat dus willen gaan doen, geboeid en dan in Indonesië. Super gaaf! Het moet nog wel officieel worden en ik mag het nu ook nog niet delen, maar het klinkt goed en Dwight die stuurde net ook een berichtje, dus we moeten nog even geduldig zijn, denk ik. En dan daarna kunnen we het echt, echt vieren dat we dit gewoon gaan doen. Zo vet. Samen met Dwight. Zijn we weer, hè? Tweede keer samen hier. Ja, leuk. Ja. Ben je er klaar voor? Klaar voor geboren. Oh my gosh, ben jij er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Is dat spanning? Redelijk hoog. Gaat goed komen. Ja, komt goed. Eindelijk gaan we. We made it! We zijn in Jakarta.
Oh, we made it in Jakarta met de enige echte Woon. Hallo mama. Hallo, hallo. Volgende keer 100%. Ja. Laat me weten wanneer en dan ben ik er. Selamat pagi. Ik ben echt letterlijk net terug uit Indonesië. Ja, ik vind het wel bizar, man. Besef hè, hoe groot dat bord was en dat dit gewoon Amsterdam Centraal... Nee, maar normaliter dan word jij geïnterviewd en nu moet jij mensen gaan interviewen. Ja, dat is hard, man. Eindelijk. Hallo, hallo, we zijn weer terug. Zonder baas. Dit is de broer die mij gaat beschermen vandaag. Hoi. Dan weet je dat. Dan weten we dat nou, dit is Boek Bella. Binnen de gemeenschap is om de taal verbindt. Het verbindt ons als volk. We dragen zo onze identiteit uit. In het verleden ook samen hebben gewerkt. Jo krijgt nog meer instructies van de regisseur. Morris Matto Boos. Als ik dan daar naartoe kijk, dan denk ik gelijk van... Nee joh! Hij zegt waar. Oké, kom goed. Tamo Lux, aflevering 11, take 1. Yes, oké. Okay. Actie. Oh, wat is er gebeurd hier? Ja, het was mijn verjaardag. Echt? Nee, oh! Maar het voelt voor mij wel... die kunnen een beetje als geschiedenis schrijven, omdat dit er nog niet is in de vorm hoe wij het nu gaan doen. Ja, zeker. Dus, ik vind het wel heel goed dat je dit doet. Ja, thanks. Ja. Prima gracie. Ja, dank je wel. Nou, dat was hem dan. De recap van 2023. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om deze laatste vlog te kijken van dit jaar. En op naar meer vlogs in het volgende jaar. Ik wil jullie het allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. En dat het een gezond en sportief en blessed jaar mag worden. En ik hoop jullie natuurlijk volgend jaar te zien op zaterdag 15 juni in Zevenaar. Tijdens het We Are All Stars event. De tweede editie. Zet het in je agenda en wees er gewoon bij, zou ik zeggen. En dan zie ik je daar. Nogmaals bedankt voor alle support. En laten we er een mooi nieuw jaar van maken. Terima kasih. Doei doeg.